Als je dit seizoen bekijkt van de vrouwen van Heerenveen, dan vind ik dat ze het heel aardig doen. En als je kijkt naar de wedstrijd van vanavond, is tegen Ajax. En Ajax is samen met Twente, PSV misschien, de kampioenskandidaat. En ik ken een stuk of vier van Ajax die in het Nederlands vrouwenelftal zaten. Nou, die kunnen aardig ballen. En die zijn fysiek wel wat verder, denk ik. Dus ze moeten echt aan de bak. Maar ze kunnen ons alleen maar verbazen. En dat zou wel leuk zijn. Als team in zelf kreeg al snel 1-0 tegen. Dat is natuurlijk jammer. Maar in zelf waren we wel wat slap, veel balverlies. Daarna scoren wij uit het niets een hele mooie goal van onze spits. Uiteindelijk komen wij 2-1 voor. En dan echt een geweldige goal schieten hun dan ook weer binnen. En dan zijn het gewoon 2-2. Ik heb niet heel veel bal van gehad omdat het meer verdediger was. Ik heb nog wel één diepe bal gegeven waardoor Rotini weer 1-1 kwam. Ik miste een kans door een polletje en dan hadden we misschien ook nog wel kunnen winnen. Op het eind was het gewoon alleen maar werken voor het team. Dus niet eens naar mijn eigen spel kijkend. Overal is het wel redelijk, ja. Het geeft ons weer vertrouwen dat wij ook de topclubs aankunnen. En dat we misschien ook nog wel van ze kunnen winnen als we het gewoon volhouden. En je merkt nu wel dat hun gewoon wat volwassenen zijn in het spel. En dat wij gewoon een jong team zijn. Maar uiteindelijk leer je hier heel erg van. Ja.